Oké. Okay. Oké, okay, mijn video is uit. Microfoon op. Ik zie hem nog. De presentatie staat nu in beeld. Ik ga gewoon beginnen. De introductie komt later. Druk op de knop. Met een druk op de knop bestel ik een t-shirt, een paar schoenen of een broek. Zorg ik dat het thuis bezorgd wordt, dan hoef ik niet naar de winkel op de hoek. Met een druk op de knop meteen genezen van verveling. Met een druk op de knop sluit ik ook zo een lening. Met een druk op de knop bestel ik een scherm op zakformaat. Zo kan ik ook blijven klikken als ik mijn huis verlaat. Sta ik dan te wachten op de trein of bus? Staar ik naar mijn hip mobiel? Kan ik overal foto's maken en plaatsen in mijn smoelenboek? Zo weet iedereen altijd wat ik beziel. In een vergadering of gesprek met twee veeg ik over het glazen plaatje. Op een verjaardag, in het restaurant of het café, als ik niet mee wil doen met het praatje. Met één druk op de knop vlieg ik morgen naar Beirut, Japan of de States. Met één druk op de knop regel ik daar meteen ook wat dates. En met een druk op de knop ontdek ik nog veel meer. Maar als ik zo blijf drukken, doet mijn duim straks zeer. Met één druk op de knop los ik geen problemen op. Maar met een druk op de knop stil ik de honger naar de knop. Met een druk op de knop klik ik op het scherm. Met een druk op de knop klik ik op het scherm. Met een druk op de knop klik ik op het scherm. Met een druk op de knop klik ik op het scherm. Met een druk op de knop klik ik op het scherm. Ik ga even door met wat gedichten totdat er voldoende mensen hier zijn en om 8 uur het webinar begint. Dit gedicht is natuurlijk geschreven voor het coronatijdperk, waarin we alles nog konden bestellen. Ja, dat bestellen lukte nog wel, maar ook nog konden reizen en overal naartoe en de wereld lag aan je voeten. En toen moest iedereen thuis blijven. Dan kon je wel lekker drukken op de knop. En als we thuis blijven, nu met het coronatijdperk, verlangen we misschien naar een enkeltje intergalactic. Kaartje intergalactic, enkeltje alstublieft. Naar de rechtvaardige aarde, waar die dan ook wezen mag. Duizenden lichtjaren hier vandaan, met haar eigen maan. Dag, ik ben daar Japans, maar dan anders. Wat als? Wat als we allemaal zouden gehoorzamen? Wat als we allemaal onverschillig blijven? Wat als we allemaal dezelfde kant op gaan? Wat als we allemaal braaf meedoen aan verkiezingen, opdat we de rest van hun termijn vertrouwen hebben en dat we geloven in onze verkozen volksvertegenwoordigers? Wat als we allemaal dezelfde kranten lezen en schrijven over alle narigheid waar we ons verder toch niet druk om hoeven te maken? Wat als we allemaal maar lekker slapen gaan en ongehoorzaam ontwaken? Kijken of ik nog de laatste minuten met een wat langere kan vullen. Iets luchtigs. Geen gedicht zonder woorden. Geen dag zonder nacht. Geen man zonder vrouw. Geen kip zonder ei. Geen auto zonder wielen.
Geen weg zonder file. Geen rook zonder vuur, geen klok zonder uur, geen voertuig zonder stuur. Geen held zonder sokken, geen ongeluk zonder brokken. Geen kopstaartbotsing zonder een tweede, geen kopstaartbotsing zonder deuken. Geen vangrails zonder beuken, geen motor zonder kracht, geen versnelling zonder overdracht. Geen aap zonder banaan, geen gordel door het raam. Geen kapper zonder schaar, geen schaap zonder haar. Geen flitspaal zonder flits, geen knipperlicht zonder knipper en licht. Geen wiel zonder as, geen steek verder zonder gas. Daar kun je over twijfelen en discussiëren. En heel lang kijken hoe we dan Nederland van het gas afkrijgen. Ik kijk op mijn klok, het is 19:54. Eens even kijken wat. Nou, als we het over klok en tijd hebben. Tijd is de gevangenis, de vergiffenis, de vergissing. Tijd loopt langs de oever, langs de torens naar boven. Tijd blijft tot het tij het vloed verbrandt. Tot het lijf de rug toekeert. Tijd kust de bloesem van het besef. Wat leeft, kent tijd. De rest staat stilletjes, wachtend op de komst. We moeten nog heel even wachten, maar totdat alle mensen binnendruppelen en om 8:00 het officiële programma begint. Tot die tijd nog één gedichtje. Hoor Europa. Zie Europa, zie ze zwemmen naar uw grenzen. Hoor Europa, hoor ze kloppen op uw poorten. Honderden jaren hebt gij hen gekoloniseerd, van alle rijkdom hen beroofd. Nu komen zij naar uw streken, hoopvol bieden zij u te dienen, al was het maar iets te mogen genieten. Iets op eerlijke wijze te bekoren van wat gij door hunnerzijdse daden in gouden tijden hebt vergaard. Houdt gij uw deuren gesloten? Trekt gij uw muren hoger op voor hen die eeuwen van uw regenten leugens hoorden? En nu door moderne vensters naar binnen turen? Hoe zij zich gelukkig wensen te wagen, sluit gij alle wegen met afschrikwekkende geluiden. Uw leugens verdrinken in uw wateren. Door de bossen, door de velden en de bergen. Doch uw bewindslieden blijven praten. Gij Europa gedijend op de stroom van hunner lijken, drijft gij voort en probeert uw volk te zwijgen. Zie Europa, dat gij nog steeds niet hebt begrepen wat eerlijk delen is. Hoor Europa, gij hebt nog steeds niet getoond beschaafd te zijn. Nog één hele korte en dan kunnen we misschien van start gaan.
Vanaf vandaag mogen mensen weer wat vrijer bewegen. Rijdt de NS weer op normale dienstregeling. Mogen er weer kroegen open, op terrasjes gezeten worden. Of gisteren trouwens, volgens mij misschien ook al. Maar vooral met die treinen en die perronnen, dat doet me denken dan aan voorheen. Dat ik ook vaak met de trein naar mijn werk moest. Geuren bij ochtendgloren. Hakken tikken over tegels. Geren vult het brongeluid. Weer een dag gewerkt. De heren zitten onderuit. Ingeblikt als met zweet geoliede sardientjes. Sluit de trein puffend haar deurtjes. Op weg naar huis en weer een morgen. Een dag die start met gezapige ochtendgloren. De tussenstand. Inmiddels 31 aanwezigen. Nou, dat is leuk. En nog 1 minuut te gaan voordat het programma begint. Eén gedicht, Jasper. Heb je dat voor ons? Ja. Zal ik nu de drieluik dan beginnen met het eerste gedicht? Helemaal goed. Ja. Het eerste gedicht wat ik nu voorgedragen hoort bij een drieluik liefdesbrief aan de natuur. Straks in de pauze zal ik deel 2 voordragen en op het einde zal ik deel 3 voordragen. Deel 1 is heel kort. Liefdesbrief aan de natuur, deel 1. Sla me neer met je kracht van de wind. Verblind me of verdoof me met de flits van je donderslag. Knak de takken van de oude kastanjes. Gooi al je wilgen om de rotte kraters. Langs het water drijft je storm. Ik hou van je. Van je ganzen grazend, van je grasbedekte oevers. Van het geritsel van de beuken. Bladeren als reuzen op een rij. Van het geren van je haas. Van links naar rechts op haar en jou hol af. Ik hou van je, mijn natuur. Dankjewel. Eindigen met een liefdesbetoging. Kan volgens mij niet beter, hè? Dankjewel, Jasper. Dames en heren, mijn naam is Kauthar. Ik ben jullie host voor vanavond. En voor we het programma induiken, wat ontzettend interessant is, wil ik heel even Bas het woord geven van Extinction Rebellion. Die gaan een toffe actie aankondigen. En natuurlijk het verzoek om niet alleen te luisteren, maar ook eventueel mee te doen. Bas, the floor is yours. Yes, dankjewel. Ik maak even misbruik van jullie mooie platform, nu deze webinar vandaag nog jong is. Ik ben natuurlijk ook actief bij de jongeren van Extinction Rebellion, maar vandaag heb ik het vooral over Fridays for Future, want daar ben ik ook bij betrokken. En op 4 juni gaan wij met Fridays for Future een actie doen rondom het landelijke slagingsmoment voor scholieren. Volgens mij ruim 100.000 scholieren krijgen te horen dat ze geslaagd zijn. Sommigen weten het al door verschillende situaties dit jaar door de coronacrisis. Maar toch heeft de overheid geprobeerd een soort landelijk slagingsmoment te creëren. Maar wij willen zeggen met Fridays for Future, met dit beleid van onze overheid, met name op het gebied van klimaat, hebben wij meer aan ons zwemdiploma dan ons middelbare schooldiploma. Dus daarom hebben wij een actie bedacht met enerzijds een filmpje, wat we binnenkort gaan uitgeven met het verscheuren van ons diploma. We gaan allemaal ons zwemkleding aan onze vlaggenstuk hangen. Zelf ben ik dit jaar niet geslaagd, maar heel veel andere scholieren dus wel. Het staat iedereen vrij om ook zwemkleding uit zijn raam of aan zijn vlaggenstuk te hangen. En zo te laten zien dat we meer aan onze zwemkleding hebben dan, of aan onze zwemdiploma dan om onze middelbare schooldiploma. En op die manier, zelfs in de coronatijd, op een creatieve manier actie te kunnen voeren. Dus deel dat of doe gezellig mee. En dan denk ik dat we door kunnen naar dit prachtige webinar. Dankjewel, Bas. En mocht je zelf ook iets organiseren, voel je vooral vrij om het in de chat te delen. Want er ontstaan mooie kruisbestuivingen daar en we zijn er ook om elkaar te helpen. Nou, nogmaals, welkom bij Klimaatstrijd in crisistijd. Vandaag gaan we het hebben over degrowth. En toevallig liep ik gisteren voor het eerst sinds lange, lange tijd door het centrum.
En er was overal uitverkoop. En ik dacht ook echt van, hé, sommige dingen van we echt niet. Consumeren. Dat is het credo. Maar vandaag gaan we het hebben over alternatieven daarvan. En hoe deze crisis misschien een aanleiding is om op een andere manier onze samenleving in te richten. Op zowel economisch als sociaal-maatschappelijk vlak. En we gaan het ook hebben over wat duurzaamheid daarmee te maken heeft. Voor ik onze interessante sprekers ga aankondigen, ben ik ontzettend benieuwd naar jullie, de kijkers en luisteraars. Ik zou graag een vraag willen stellen. En daarmee erachter komen hoeveel jullie al weten van degrowth. Dus ik kijk even mijn technisch team online aan. Als het goed is, komt zo'n vraag in beeld waarin wordt gesteld wanneer je voor het eerst betrokken bent geraakt bij degrowth en wanneer je daar voor het eerst over hebt gehoord of gelezen. En dan weten we een beetje hoe het publiek er vandaag uitziet. Yes, dus de vraag ook voor de mensen die op Facebook meekijken. Volgende keer via Zoom meedoen, dan kun je al de vragen zien en meedoen. De vraag is, wanneer ben jij voor het eerst gaan verdiepen in degrowth? Voor de coronacrisis, nadat de coronacrisis begon en pas sinds deze paneldiscussie. Dus de afgelopen paar minuten. We hebben een paar minuutjes om te stemmen, of misschien iets minder. Even af hoe dat eruit ziet, ik ben heel benieuwd. 61% heeft al gestemd, heel mooi. En voor de mensen die aan het meekijken en luisteren zijn, ik ben heel benieuwd waar jullie allemaal vandaan komen. We hadden vorige keer mensen uit Zweden, België, Verenigd Koninkrijk, als ik me niet vergis. Friesland hebben we ook gehad. Dus laat vooral weten waar je vandaan komt. Zeg even gedag, want dat is ook heel mooi om te zien hoe het publiek eruit ziet. Olst, Overijssel. Nou, Paul, welkom. Groningen, Venna, leuk, welkom. En dan hebben we nog iemand uit Olst. Zitten jullie samen te kijken? Ik hoop wel op 1,5 meter afstand. Nee, oké. Nou, er wordt veilig naar deze podcast gekeken. Heel goed, op deze aflevering. Utrecht is ook aanwezig. Mooi, mooi, mooi. Mag ik ondertussen het percentage van het aantal mensen wat heeft gestemd? Even zien, 84. Nou, ik denk dat we inmiddels wel een goed beeld kunnen hebben. Dus laten we kijken hoe we staan vanavond. Oké. Interessant. Dus 71% was al op de hoogte van degrowth voor de coronacrisis. 7% na de coronacrisis. En 21% sinds deze paneldiscussie. Dat is een interessante verdeling. Wij gaan proberen dit gesprek zodanig in te richten dat het voor iedereen interessant en nuttig is. Stel vooral je vraag via de chat. En gebruik daar niet de reguliere chat voor, maar de Q&A-optie. Want dan kunnen we op die manier ook interactie inbouwen. That's it, denk ik, voor nu. En dan rest mij niets anders dan onze interessante, leuke, bijzondere gasten te introduceren. We trappen af met Fleur. Fleur is student van Development Studies. Ze is actief bij XR en zal vandaag beginnen. Zij zal ons meenemen in degrowth als ontwikkeling, als concept, wat dat betekent. En zal ons ook wat voorbeelden daarvan geven. We hebben hier ook Jurjen van de Goede Zaak, bondgenoot van Progressief Nederland, als ik even het citaatje goed herhaal. Jurjen is ook politiek commentator op NPO Radio 1 en hij is ook coördinator van Verzet tegen TTIP en CETA. Dus dat is heel interessant om ook van de campagnekant een en ander te leren. Dan hebben we Berend. Berend is betrokken bij ACEED, Action for Solidarity, Environment, Equality and Diversity. Dus dan kunnen we ook vanuit dat perspectief luisteren. En hij zal het onder andere hebben over rechtvaardigheid. En inderdaad, Jurjen was coördinator van Verzet tegen TTIP geweest. Maar hij doet zoveel dat ik dat even was vergeten. Dan hebben we René Daanen. René Daanen is ouderaadslid bij de Groenen in Amsterdam. Die zwaait even. Hallo René. Die was actief voor onder andere FNV in Milieudefensie. Dus die beweegt zich in verschillende kringen en organisaties. En die kan ons meenemen in hoe dat er in de praktijk uitziet. En hoe die intersectie al dan niet plaatsvindt en wat we daarvan kunnen leren. Goed, that's it wat introductie betreft. En dan rest mij niets anders dan Fleur de floor te geven. Ik ben heel benieuwd. En zoals eerder gezegd, stel vooral je vraag via de chat en daar komen we dan later op terug. Fleur. Ja, dankjewel Kouter. Ik ga ook even proberen om mijn scherm te delen. Oké, als het goed is, kunnen jullie het nu zien. Zo, oké, nou, er zijn al heel veel mensen die dus al weten over degrowth, ook al voor deze panel en ook al voor de coronacrisis. Maar ja, mij is de redelijk zware taak gegeven om even in 10 minuten een klein overzicht te geven van wat degrowth nou eigenlijk allemaal is.
En ja, ik ben dus Fleur en ik ben betrokken bij XR. En ik leerde eigenlijk degrowth kennen als idee aan ISS, aan het Institute of Social Studies, wat ook de host is van de degrowth-conferentie volgend jaar in 2021, de internationale conferentie. En ja, ik vind degrowth heel erg interessant voor de klimaatbeweging, omdat het niet alleen kritiek uit, dus het gaat niet alleen om kritiek op het systeem van economische groei, maar ook alternatieven biedt. En daar ga ik dus kort iets over vertellen. En de degrowth-beweging is heel erg breed, dus ik ga een paar highlights geven vanuit mijn eigen perspectief, wat ik belangrijk en interessant vind. Dus degrowth is eigenlijk, heeft roots in de jaren 70 als academische traditie in Frankrijk, voornamelijk. Maar is ook heel erg geïnspireerd op kritiek op het kapitalistische ontwikkelingsmodel dat eigenlijk vanuit het globale zuiden heel veel komt, die kritiek. Ook al voor de jaren 70 en ook sinds toen. En sinds de vroege jaren 2000 eigenlijk is het weer heel veel populairder geworden in academische kringen, in Spanje vooral en in Frankrijk, maar ook als inspiratie voor sociale bewegingen, zoals jullie ook een beetje op de foto's kunnen zien. En de oudere generaties zullen zich vast nog wel de Limits of Growth herinneren, en anderen misschien ook. Dat was in de jaren 70 ook in Nederland super populair. En ja, het heeft ook veel raakvlakken met degrowth. Dus ik zal eerst kort iets vertellen over waarom we moeten ontgroeien. En voor veel mensen is het misschien al wel heel duidelijk dat economische groei niet haalbaar is. Of oneindige economische groei. Maar ik ga er toch nog iets over vertellen. En dat doe ik aan de hand van dit plaatje eigenlijk. Dat is van Herman Daly. En hij is een inspiratie voor de degrowth-beweging en ecologische econoom. En dat betekent dus dat hij eigenlijk ziet de economie als onderdeel van van de planeet en van het grotere ecosysteem. Dus wat economische groei dan in dat geval betekent, is eigenlijk dat er meer energie, dus bijvoorbeeld van fossiele brandstoffen, en meer materialen, dus dat kan alles zijn, ik bedoel metalen, maar ook hout of wat dan ook, in de economie gaan, en dat komt er ook weer uit dan als afval. Maar dat komt er dus op neer dat alle groei van de economie uiteindelijk ten koste gaat van het ecosysteem, omdat het daar natuurlijk ook deel van uit is. En daaruit volgt dus eigenlijk dat het idee dat er zoiets is als groene groei, dus groei die niet ten koste zou gaan van het milieu, dat niet bestaat. En de degrowth-beweging is ook heel erg kritisch op het idee van duurzame ontwikkeling. Omdat het heel erg leunt op technologische ideeën, dat we de impact van groei eigenlijk kunnen loskoppelen van de milieuschade en de klimaatverandering. Maar ja, we zien eigenlijk dat dat nog nooit gebeurd is. Dat er eigenlijk geen bewijs is dat echt zou kunnen. Behalve door in Europa dat er bijvoorbeeld de impact verschoven wordt naar andere landen, naar andere plekken, naar andere mensen. Dat kan natuurlijk niet voor altijd. En sowieso houdt het gewoon een keer op. Dus oneindige groei op een eindige planeet, dat kan gewoon niet. Daarnaast is het ook onrechtvaardig en oneconomisch, omdat de enige manier waarop we eigenlijk die groei kunnen voortzetten is omdat we bijvoorbeeld de levens van mensen van kleur, maar ook natuur, maar ook arbeid en zorg hier heel erg goedkoop maken. En op die manier je winst overhouden. En het lijkt alsof alles er beter op wordt, maar eigenlijk is het een illusie. Dus degrowth stelt er eigenlijk tegenover dat een economische groei niet langer leidend moet zijn als sociaal doel. Dus we moeten ons niet meer allemaal richten op, we moeten de economie laten groeien. Maar we nemen iets anders als sociaal doel. En ik wil wel erbij zeggen, dus degrowth is niet alleen maar een krimp, economische krimp, of een dalende BBP. Want dat is namelijk gewoon een recessie, daar hebben we al een woord voor. Dat is niet wat daar degrowth over gaat. Wat is degrowth dan wel? Dit plaatje wordt veel gebruikt, dus het gaat eigenlijk niet om dat het een afgeslankte olifant is, maar het is een slak, dus het is iets heel anders. Dus het gaat erom dat welzijn in een hele brede zin eigenlijk centraal komt te staan. Dat kan betekenen dat sommige sectoren zullen groeien of zullen bloeien. Dus de zorg of het onderwijs of duurzame energie. Terwijl andere sectoren die eigenlijk alleen maar negatieve gevolgen hebben. Zoals de fossiele industrie natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld de financiële sector. Die zullen heel veel moeten inkrimpen. En het gaat dan niet alleen maar over we moeten minder productie, we moeten minder consumptie. Maar het gaat echt om het organiseren van de samenleving op basis van rechtvaardigheid en solidariteit bijvoorbeeld. Dus dat het ook de machtsstructuren die dit eigenlijk in stand houden,
dat we die ontmantelen. En ideeën over dominatie over de natuur en ook over andere mensen, dat we die ook aankaarten. Dus het gaat niet alleen maar om minder consumeren. Al is dat ook wel een deel ervan. En daarnaast biedt Degrowth dus ook, naast kritiek, ook alternatieven. En stelt dus vragen over wat voor samenleving willen we wel hebben. Ja, en het is ook wel belangrijk dat het is één alternatief, maar er zijn natuurlijk heel veel andere alternatieven ook. Dus het gaat niet om een soort van universeel idee van dit is wat iedereen zou moeten doen. Maar het kijkt juist naar geïndustrialiseerde samenlevingen, bijvoorbeeld in Europa, in het Westen. En is er ook juist in gesprek met andere alternatieven die ook bijvoorbeeld uit het globale zuiden komen. Dus alternatieven die bijvoorbeeld veel worden genoemd zijn bijvoorbeeld Buen Vivir of Ubuntu of Swaraj. Dus ja, Degrowth is maar één van heel veel verschillende systeemkritieken, zou je kunnen zeggen. Tijdens de coronacrisis, tijdens COVID-19 is natuurlijk veel meer, of er is wel meer aandacht gekregen voor Degrowth, ook omdat het soort van extra relevant is geworden. Maar wat wel belangrijk is, dat er is natuurlijk krimp nu, recessie eigenlijk. En een krimp ook in de CO2-uitstoot. Maar dat is niet het soort ontgroeien dat we nodig hebben. Want het gaat niet om een radicale verdeling van de herverdeling van de welvaart. Het gaat niet om een gecontroleerde of langdurige terugdringing van productie bijvoorbeeld. Maar je ziet juist dat er geïnvesteerd wordt in de luchtvaart. En niet in de sectoren die eigenlijk zouden moeten bloeien. Zoals de zorg of wat dan ook. Wat het wel laat zien is hoe kwetsbaar het systeem is. En hoe onhoudbaar het systeem ook is. En dat er meer focus ligt op dingen die echt waarde toevoegen. En dat het ook natuurlijk anders kan. En ja, in reactie op COVID-19 hebben 170 Nederlandse wetenschappers een manifest opgesteld. Dat zijn niet allemaal mensen uit de degrowth-beweging per se, maar het is wel heel erg in lijn met wat degrowth-wetenschappers ook voorstellen. En ze stellen eigenlijk 5 dingen voor in dat manifest. Dus dan gaat het over de vervanging van het huidige ontwikkelingsmodel. Gericht op generieke groei van het BBP, daar had ik het natuurlijk al over. En economische beleid dat gericht is op herverdeling. En dingen die ze dan bijvoorbeeld noemen zijn een universeel basisinkomen, kortere werkweken, maar ook het erkennen van de intrinsieke waarde van zorgverlening en de essentiële publieke diensten. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over het feit dat we een heel patriarchaal idee hebben van wat waarde heeft als het bijvoorbeeld gaat om werk. En dat veel zorgtaken die bijvoorbeeld vooral door vrouwen worden verricht, dat die niet erkend worden als heel iets toevoegend aan als het gaat om economische groei. Terwijl we natuurlijk weten dat het juist al heel veel toevoegt aan de maatschappij. En ze noemen ook de circulaire landbouw, vermindering van consumptie en reizen. En dan gaat het vooral om de top 1%, top 10%. Dus niet de noodzakelijke consumptie en reizen, maar echt een soort van luxe producten bijvoorbeeld. En als laatste kwijtschelding van schulden. En dat is dan binnenlands, dus voor studenten bijvoorbeeld en werkende ZZP'ers. Maar ook schulden van het globale zuiden. Dus hoe ziet een degrowth-maatschappij eruit? Nou ja, naast soort van die hogere beleidsdingen, zoals in het manifest misschien meer voorkomen, is het denk ik ook heel erg belangrijk dat de degrowth-maatschappij is er al om ons heen. En het gaat ook juist heel erg om bottom-up, grassroots-alternatieven die al principes in lijn met degrowth in de praktijk oefenen. En ik heb hier een paar verzameld eigenlijk die ik zelf kon bedenken, maar er zijn er echt nog veel meer. Er zijn superveel verschillende dingen op dit gebied gaande. Dus als je nog meer weet, zet het misschien ook in de chat. Goede voorbeelden van degrowth. En dan gaat het eigenlijk om een soort andere principes op basis waarvan we onze maatschappij willen inrichten. Dus niet groei, maar bijvoorbeeld de commons of de main, zoals het in het Nederlands heet. Zorg, genoeg solidariteit, autonomiteit, dus ook meer democratie. Meer zeggenschap over hoe we ons leven, onze gemeenschappen willen inrichten. En daarnaast ook, naast soort van hoe moet het dan in Nederland bijvoorbeeld anders, of hoe moet het in Europa anders, ook erg belangrijk dat er ruimte is voor internationale solidariteit en ook voor decolonisatie. Dus het gaat ook juist om het verantwoordelijkheid nemen voor alle historische emissies, de historische verwoesting eigenlijk van het model van economische groei dat we in het noorden hebben en ook hebben geëxporteerd over de hele wereld. Onze eigen zaakjes op orde krijgen eigenlijk, zo zou je het kunnen noemen. En
op die manier bijdraag aan het terugdringen van klimaatverandering en ook aan sociale rechtvaardigheid. En daar gaat het sowieso denk ik nog meer over praten. Maar ja, dit was mijn korte introductie op D-Growth. Heel fijn, dankjewel Fleur. En we gaan zo meteen zeker doorpraten. En het was een hele goede suggestie aan mensen om in de chat ook wat andere bedrijven te delen, want dat werd gedaan. Dus neem vooral even een kijkje daar. En Wendela, die zegt dat het heel duidelijk was. Dus dank daarvoor, Fleur. Goed, dan gaan we door naar Jurjen. Die gaat onder andere hebben over het politiek hoogtij van neoliberalisme en wat dat betekent in deze context. Ja, de Goede Zaak is opgericht om radicale verhalen de mainstream te laten bereiken en het debat te laten verschuiven. En het verhaal van degrowth is wat mij betreft een van die voorbeelden van langdurige projecten waar wij ook in een rijke traditie staan van denkers, filosofen, economen en activisten die er al lang mee bezig zijn. Fleur heeft dat ook denk ik heel aannemelijk net laten zien. En tegelijkertijd kan iedereen ermee beginnen. En ik denk dat ik wil gewoon vandaag een positief verhaal vertellen. Ik realiseer me dat we ook tegenover een stevige tegenmacht staan, namelijk het neoliberale systeem, dat zichzelf ook in enkele decennia enorm in de haarvaten van onze samenleving en van onze discoursen geplaatst heeft. Maar het interessante is volgens mij dat we crisis na crisis telkens een stap dichter gekomen zijn bij een bredere acceptatie van het fenomeen degrowth. Ik wil dat zelf een beetje ophangen aan mijn eigen schreden op het activistenpad. Dat begint bij mij ongeveer in 2001. De laatste spreker van straks was er toen ook al, René. Toen we met elkaar van top naar top renden, van de klimaattop in Bonn naar de G8 in Genua. En dat kwam 2 jaar na de zogenaamde Battle of Seattle. Toen was er een serieus moment waarop een jonge generatie met veel elan, met een goed verhaal, het neoliberalisme aan het wankelen bracht. Toen gebeurde er iets, dat heette 9/11. En vervolgens zag je dus het hele discours weer schuiven van een herdiscussie over economie naar law and order. En merkte je dat het neoliberalisme een oorlogsindustrie nodig had. De oorlog, het neoliberalisme. En werden we als protestbeweging weer een flinke stap terug in de tijd geduwd. Opvallend genoeg was het de vorige economische crisis rond 2008... waarin er in de Kamer 1 debat geweest is, aangevraagd door ene Femke Halsema. Die zei, als we het nu over de economische crisis hebben, dan moeten we het ook hebben over de klimaatcrisis en moeten we het ook hebben over de voedselcrisis. En ergens, zeg maar, diep in de deemoed van de kabinetten die medeplichtig geweest waren aan het systeem dat die crisis veroorzaakte, was er een kort moment waarop daar even over gedebatteerd kon worden. Dan wordt er weer zaken gedaan en dan merk je toch dat de makkelijkste oplossing business as usual is. Maar mij valt op dat we met deze coronacrisis in een situatie zitten waarin we eigenlijk, bewust of onbewust met elkaar, al best wel een lange tijd over degrowth gesproken hebben. Dat zie je niet zozeer terug in de verkiezingsprogramma's tot nu toe van de gevestigde politieke partijen. Eigenlijk tot en met GroenLinks durft men, mede ook onder de druk van de CPB-modellen die gebruikt worden om politieke programma's door te rekenen, niet automatisch te zeggen, wij houden in onze modellen rekening met een lagere economische groei, want daar word je flink voor afgestraft. Maar we hebben inmiddels een Partij voor de Dieren die opkomt, die een emancipatoor geluid op het gebied van degrowth laat horen. Maar we hebben ook maatschappelijke bewegingen. Ik wil er een paar uitlichten. In 2016 kwam er een parlementair onderzoek naar het zogenaamde brede welvaartsbegrip. Toen werden economen, onder andere ook een aantal economen uit het lijstje van Fleur, bevraagd door de Kamer, door de Tweede Kamer, met de vraag van, goh, hoe zouden we nou de kwaliteit in de samenleving anders kunnen meten dan alleen maar in BBP-groei? En het is niet heel vocaal gebeurd, maar sinds 2018... wordt er elk jaar naast de begroting ook gedebatteerd over de groei in welzijn, over de groei in sociale cohesie, et cetera, et cetera. Dus er is een plek op de parlementaire agenda waarin er gesproken wordt over dat brede welvaartsbegrip. Er is nog iets anders opvallends. En dat is dat er vrij consistent vanuit de linkse actiebeweging
veel kritiek geweest is op grote globale systemen zoals handelsverdragen. En we hebben in de afgelopen tijd, door de handelsverdragen TTIP en CETA, een veel meer mainstream debat gehad over die grote handelsverdragen, die dus die honger naar groei en ook de onvermijdelijkheid van groei door bijvoorbeeld claimsystemen en door internationale afspraken, die schragen, zie je eigenlijk dat er steeds minder maatschappelijke acceptatie is voor die handelsverdragen. 90% van de Nederlanders vond in de hoogtijdagen van het debat over TTIP een claimsysteem zoals ISDS uit de tijd en was daar tegen. Dat zijn astronomische percentages waarmee eigenlijk steeds meer het verhaal van het neoliberalisme uitverteld is, het groeiverhaal uitverteld is. Er is alleen nog te weinig gevoel voor alternatieven. Er is alleen nog te veel, zeg maar, normale gang van zaken om automatisch op de agenda te zien dat er echt een beweging achter komt. Maar er komen ook andere denkers op. Het verhaal over de donut-economie bijvoorbeeld van Kate Raworth is een verhaal dat nu met enig succes in ieder geval door de gemeente Amsterdam in het buitenland verteld wordt. Iets waar ook activisten en denkers achter komen te staan en waarmee je dus behapbaar en verbeeldbaar kunt maken hoe een samenleving eruit zou zien die op zijn eigen waarde groeit, die niet meer roofbouw pleegt op de globale zuiden, die niet meer roofbouw pleegt op de planeet en die niet meer roofbouw pleegt op de toekomst. En opvallend genoeg wordt mijn optimisme het allermeest gevoed doordat dit kabinet, dat vaak het kabinet van de multinationals genoemd is, Shell 1 enzovoort, echt een aantal serieuze tikken op de neus gekregen heeft, bijna in het hart van de dingen die uiteindelijk zouden moeten leiden tot degrowth. Belangrijkste voorbeeld is toch wel echt de overwinning op de dividendbelasting die we met z'n allen mogelijk gemaakt hebben. Een oppositie die bleef volhouden, een maatschappelijke beweging die zich daartegen verzette. En uiteindelijk een stap waar deze premier, die tot het diepst van zijn vezels geloofde in dat dit nodig was, die dat uiteindelijk niet meer uit kon leggen en toen zijn argumenten op waren, bakzeil moest halen. Het zat hem ook in iets wat het kabinet niet gedaan heeft, namelijk toen ze aantraden, zeiden ze, wij gaan afrekenen met belastingdeals, wij gaan afrekenen met de tax breaks die Nederland nu zo aantrekkelijk maken. En dat deden ze omdat de maatschappelijke acceptatie daarvoor extreem laag was. Je ziet dat het kabinet het toch niet gedaan heeft. En daarmee zie je uiteindelijk ook dat, zeg maar, in de collectieve verhalen die we nu over onze economie vertellen, die belangrijke voorwaarden die wij ingebouwd hebben voor groei, die kunnen op een historisch lage sympathie rekenen. En dus gebeurde er bij de algemene politieke beschouwingen iets heel bijzonders, namelijk grofweg van Partij voor de Dieren tot en met het CDA, en zelfs een beetje binnen de VVD, had ineens iedereen een grondig hekel aan de markt. De markt had het allemaal gedaan, de markt had het allemaal verpest. En juist, zeg maar, op die fundamenten, op het feit dat eigenlijk de argumenten op zijn voor het grote groeiverhaal, zie ik de grootste kansen voor een goed debat over degrowth. Alleen het allerbelangrijkste daarbij is wel, en dat is waarom ik in 2001 begonnen ben, is dat naast die argumenten hebben we te maken met een tegenkracht. En dat is denk ik hetgene waar ik vandaag ook het meest met mensen hier zou willen praten. Hoe zorgen we ervoor dat op dat historisch impopulaire verhaal, nog eens een keer aangevuld door het feit dat die coronacrisis ons inderdaad voorbeelden geeft van hoe het wel kan, voorbeelden geeft van als je bepaalde radicale stappen zet, zoals bijvoorbeeld het kwijtschelden van schulden, zoals bijvoorbeeld het injecteren van flinke bedragen om ook de onderkant te redden. Hoe kan het dat als aangetoond is dat dat werkt, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we dat in een economie van de toekomst ook daadwerkelijk kunnen dragen? En nogmaals, ik ben optimistisch, maar ik denk ook dat we echt nog een flinke strijd te knokken hebben. Heel hartelijk dank, Jurjen. En met die vraag kunnen we denk ik heel mooi door naar de volgende spreker. Berend gaat ons meenemen in hoe binnen degrowth ruimte gemaakt kan worden voor rechtvaardigheid. En die heeft denk ik ook een presentatie, die wordt zo zichtbaar. Oh nee, dat is de foto. Mooi. En dank voor jullie vraag tot nu toe. Stel ze vooral en stem op de vragen die je graag beantwoord wil zien. Dan kunnen wij onder andere aan de hand daarvan een selectie maken. Berend, ik ben benieuwd.
Ja, dankjewel. Ja, aansluitend op wat Fleur zegt, denk ik dat het ten eerste heel erg belangrijk is om dus die mythe eronderuit te halen van dat ontgroei gericht is op krimp. Ik denk dat wat ontgroei heel erg de mogelijkheid biedt, is om na te denken over rechtvaardigheid. En niet alleen een focus op ofwel sociale rechtvaardigheid ofwel milieurechtvaardigheid, maar juist de intersecties tussen die twee mogelijkheden te maken. En daarin, om terug te komen bij de mythe van de krimp, denk ik van, het is niet de vraag van, hoe kunnen we zoveel mogelijk krimpen? Nee, waarin is het belangrijk om te groeien? En waarin is het belangrijk om te krimpen? We hebben bepaalde groei niet nodig. En we hebben bepaalde groei wel nodig. Zoals Fleur ook mooie voorbeelden aangaf, zoals in de zorg, in voedsel, in huizen. Daar hebben we gewoon daadwerkelijk groei nodig. En dat is die growth niet tegen. Het is vooral tegen een enorm uitbuiting van de planeet. Wat we doen onder het idee van het geloof in oneindige groei dat het doel is van het leven. En degrowth geeft een heel mooi alternatief hiervoor. Omdat ik denk dat degrowth niet alleen wil ontgroeien om de planeet te redden. Maar ook om eigenlijk de mens te redden. Want we hebben gewoon sociale en milieuproblemen. En die kunnen niet apart worden opgelost. Zeg maar, hoe we nu zien dat grote corporaties enorm veel macht hebben. Als die corporaties allemaal groene corporaties zouden worden en eigenlijk vanuit het idee van sustainable development verder zouden opereren, dan kunnen we misschien CO2-uitstoot verlagen, maar dat betekent niet dat we een rechtvaardige samenleving hebben. Dat betekent niet dat mensen worden uitgebuit. Dat betekent niet dat machtsmisbruik van de orde van de dag is. Daarom is het dus heel erg belangrijk, en biedt die ook zo'n mooi perspectief erop, om te denken van, hé, wat willen we nou? Hoe kunnen we nou met z'n allen verantwoordelijkheid nemen voor rechtvaardigheid? Hoe kunnen we nou met z'n allen denken van, wat hebben we echt nodig? Wat willen we gaan doen? En wat hebben we niet nodig? En hierin is het, denk ik, hier wil ik afsluiten. Ik heb het idee dat we een beetje door de tijd heen gaan. Dus ik probeer het kort te houden. Intersectionaliteit is degrowth. En het kan niet zonder elkaar. Zeg maar, we kunnen niet denken, oh, we moeten gewoon eventjes wat minder groei hebben om de CO2-uitstoot te verlagen. En daarna gaan we even kijken hoe we sociale problemen gaan oplossen. Nee, die problemen zijn helemaal intertwined. En ik wil daarmee eindigen dat we dus echt niet over degrowth kunnen nadenken zonder daarmee sociale en milieurechtvaardigheid in het achterhoofd te hebben. Dankjewel, Berend. En dat René daar wel mooi op aan kan sluiten, omdat hij vanuit die verschillende perspectieven ook met degrowth aan de slag gaat. Dus René, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen en voorbeelden van degrowth in de praktijk. Ja. Ja, ik ben al een tijdje actief, zowel in de milieubeweging als ook in de vakbeweging bij de FNV. En beide heb je natuurlijk ook mee te maken. Jurien heeft denk ik net al duidelijk aangegeven dat nou eigenlijk al sinds 1972, hè, de Club van Rome kwam toen met zijn rapport Grenzen aan de Groei. En sindsdien zie je een discussie ook in de politiek over wat hiermee moet gebeuren. Maar Jurien gaf al aan dat dat eigenlijk niet heel ver de politiek indringt. Hè, met enige moeite bij GroenLinks terechtkomt, maar veel breder wordt die discussie niet gevoerd. En ik constateer eigenlijk hetzelfde gebeurt in de milieubeweging. Toen ik in de jaren 90 werkte voor Greenpeace. Toen was net Brandspar, een groot olieplatform in de Noordzee. Dat dreigde daar gedumpt te worden. Die discussie ging vooral over vervuiling van de Noordzee. Maar het ging niet over, moet je überhaupt wel olie oppompen, hè, om het klimaat te redden. Formeel was dat wel een standpunt van Greenpeace, maar dat kwam eigenlijk helemaal niet naar voren. In de discussie, in het publieke debat. En dat zie je nu eigenlijk nog steeds. De discussie als nu bijvoorbeeld rond het klimaatakkoord. Dan zet de milieubeweging in op CO2-tax. Nou, prima natuurlijk. Maar CO2-tax is geen garantie voordat je ook daadwerkelijk minder gaat uitstoten. Hè? Of dat er minder verbruikt wordt, dat er minder geconsumeerd wordt. Bedrijven kunnen er natuurlijk ook gewoon voor kiezen om die CO2-tax te betalen. En te blijven uitstoten. Dat zie je ook op andere terreinen. Hè? Dat het en-en is. Er komt meer zon- en windenergie in Nederland.
Maar we zien ook dat er nog steeds evenveel olie en biomassa gebruikt wordt. Je ziet het ook dat er komen meer elektrische auto's. Prima natuurlijk, maar gelijktijdig zie je dat SUV's meer benzine gebruiken. Dus de totaal energieverbruik stijgt alleen maar, ondanks dat er meer elektrische auto's komen. Daarom denk ik dat we als milieubeweging veel duidelijker op krimp in moeten gaan zetten. Er zijn allerlei mogelijkheden voor. Als het om klimaat en energieverbruik gaat, is isoleren daar natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld van. Als je alle huizen gaat isoleren, verbruik je gewoon minder gas. Of zon- of windenergie of wat dan ook. Maar het is in ieder geval minder op lange termijn. Het is ook nog goed voor de banen. Daar komt de vakbeweging ook om de hoek kijken. Er zit natuurlijk hartstikke veel werk in isoleren. Groene banen waar we iets aan hebben. En als milieubeweging zouden we ook meer moeten pleiten voor moratoria. Hè? Moratorium op kolen bijvoorbeeld. Gewoon stopzetten morgen. Of quota op olie en gas. Ieder jaar 3% minder olie en gas verbruiken. Tot 2050. Dan ben je gegarandeerd van die krimp. Want nu zie je bijvoorbeeld rond de luchtvaart. Als ik dat als voorbeeld neem. Daar voeren we ook actie op. Ook als milieubeweging. Met slogans als geen poen zonder plan of geen poen zonder groen. Hartstikke goed, we willen ook meer treinen. Maar het risico is natuurlijk dat er en meer treinen komen en die vrijgevallen plaatsen op Schiphol gewoon ingenomen worden door lange afstandsvluchten naar Amerika. En de trein naar Parijs, ja, daar schieten we er niks mee op. Ik heb daarom ook gepleit voor een kerosinequotum. Ook gewoon voor Schiphol ieder jaar 3% minder kerosine toeleveren. Dan weet je zeker dat die CO2-doelen omlaag gaan. Maar dan moet je dan wel eerlijk doen. Hè? Daar moeten we ook over na gaan denken. Als we gaan krimpen, hoe verdelen we dan in dit geval bijvoorbeeld de beschikbare vliegtuigstoelen? Het is niet de bedoeling dat daar alleen nog maar zakenreizigers en rijke veelvliegers het vliegtuig in kunnen. Ik heb er over een stuk geschreven in het Parool waarin ik zeg, voer een vliegvergunning in. Net zoals er ook een parkeervergunning is in de binnensteden. Dat is overigens een voorbeeld waar de milieubeweging wel succes heeft geboekt. In de binnensteden zijn nu minder auto's dan in de jaren 70. Op de snelwegen is ons dat nog niet gelukt, die komen er alleen maar meer. Maar in die binnensteden, mede door die parkeervergunning, is het aantal auto's afgenomen. En dat moet je denk ik... En dan ga ik naar de afronding toe. Volgens mij ook doen met het vliegverkeer. Voer een vliegvergunning in, zodat je de krimp eerlijk kunt verdelen. En hetzelfde geldt ook voor de arbeidsplaatsen op Schiphol. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Dat zullen er gewoon minder moeten gaan worden. Dat is nu al zo met de coronacrisis. Maar dat zal door de klimaatcrisis alleen maar erger worden. Er moet minder gevlogen worden. Minder kerosine, maar dat betekent ook minder banen. En dan moet er ook een kerosinefonds komen. En net zoals er nu al een kolenfonds is voor werknemers die ontslagen worden bij kolencentrales. Nou, zo'n fonds moet er ook voor Schiphol komen, een kerosinefonds. Dan kun je ook de vakbeweging meekrijgen in de acties, denk ik. En dan hoop ik dat de milieubeweging samen met die vakbeweging dat klimaatakkoord gaat openbreken. Dat gaat nu al over achterhaalde dingen als CO2-tax. Volgens mij moet het opengebroken worden. De coronacrisis heeft aangetoond dat we met minder kunnen, dat krimp mogelijk is. En dat moet ook het uitgangspunt worden wat mij betreft voor een nieuw klimaatakkoord. Dus die oproep zou ik willen doen aan de milieubeweging. Dankjewel. Dankjewel René. Genoeg stof tot nadenken. Vanuit de verschillende sprekers ook. Gelukkig hebben we een korte onderbreking om even dit te laten bezinken. Ondertussen zullen we ook de vragen checken, dus mocht je een vraag hebben, stel die vooral nu. En dan zal Jasper ons verblijden met het tweede deel van zijn drieluik. En dan komen we zo bij jullie terug met de vragen en verdere discussie. Oké, dankjewel. Bedankt ook alle sprekers. Ik ga eventjes deze kleine onderbreking vullen met het deel 2 van de liefdesbrieven aan de natuur. Ik moet nog even mijn video erbij aanzetten. Die is uitgegaan. Liefdesbrief aan de natuur, deel 2, duurt ietsje langer dan de vorige. Bij de vorige was de verliefdheid. Deze wordt wat verdrietiger, maar we zullen straks hoopvol eindigen met deel 3. Ik hou van je, mijn natuur. Van de seizoenen die overvloeien van bloesem, blad tot herfst. Van de tijd die ons veroudert,
maar jou eeuwig jong houdt. Ik hou van je, mijn natuur, maar ik haat het wat ze met je doen. Dat je rivieren niet meer buiten oevers mogen stromen. Dat je bomen worden neergehaald in naam van bosbeheer. Dat je ganzen worden gevangen en met duizenden vergast. Alleen zodat ook wij veilig kunnen ervaren hoe het is om te mogen vliegen. Hoe we je afgraven, leegpompen, uitknijpen, vervangen en angstvallig proberen te compenseren. Hoe we omgaan met ons afval en het onverschillig laten liggen waar het valt. Hoe jij het allemaal maar moet slikken en verwerken zonder je stem te mogen verheffen, alleen zodat ook wij ons overal en altijd veilig kunnen voelen in jouw atmosferen. Ik zie je veranderen, mijn natuur. Van wie je was naar wie je bent. Hoe je wordt bestuurd en verzuurd door men die denkt dat ze je kent. Verdwijnt het plezier om met je te zijn en raak ik langzaam verliefd aan met steen omgeven gezichten. Ik zie je littekens, elke dag weer meer, en ik zal steeds verder moeten zoeken voor jouw giften. Mijn lieve natuur, je wordt bedacht. In de omgeving waar ik groei, krimp jij. Mijn lieve natuur, je wordt verkracht. Dankjewel. Zo Jasper, dankjewel. Hier moeten we even van omschakelen. Nou ja, goed. Laten we het sorry. Hebben. Misschien wordt dat een manier waarop we natuur iets beter ook kunnen behandelen. Deel 3 komt straks nog, hè? Ja, precies. Dat optimistisch? Ja, dat is wel optimistisch. We sluiten hoopvol, hè? Ja, ik ben benieuwd. Thanks Jasper, tot zo weer. Jo, tot zo. Cool, klap klap online, heel erg mooi. Mooi hoor Jasper, inderdaad. Soms is het pijnlijke ook heel mooi, dus fijn dat je ons hierin hebt meegenomen. Thanks. Good. Wendela stelt voor dat we alle panelleden een vrolijk liedje laten zingen. Misschien doen we dat straks na afloop. Oké, dank voor al jullie vragen en voor het stemmen op de vragen. Het zijn er altijd veel meer dan in onze tijd past. Wat aan de ene kant heel tof is. Anderzijds moeten we toch een paar mensen teleurstellen. Maar we proberen altijd zoveel mogelijk mee te pakken. De eerste vraag waar ik mee wil beginnen is meteen ook een van de grootste. En die heeft ook de meeste stemmen gekregen. Die is van Marielle Jacobs. Dankjewel Marielle. En de vraag is, hoe denken jullie dat we de machthebbers die belang hebben bij het instand houden van het huidige kapitalistisch systeem kunnen meekrijgen of omzeilen om degrowth door te voeren? En Jurien, je hebt het net onder andere ook gehad over tegenmacht. En je stelde eigenlijk zelf de vraag aan het eind. Maar ik ben heel benieuwd welke gedachten je hierover hebt. Ja, uiteindelijk is het wel zo simpel als dat. We moeten de strijd van de woorden winnen, volgens mij. En dat, ik vind het ook heel erg terecht dat er hier nog vragen gesteld worden en ook feedback is op, is het nou degrowth, is het nou krimp? Moeten we misschien niet een ander pakkend... Een ander pakkend narratief vinden hiervoor. Ik denk dat dat echt nog wel een belangrijk iets is wat meer aandacht vraagt. Ik denk bijvoorbeeld dat boek van Kate Raworth over de donut-economie, dat het in al zijn eenvoud best een aantal van onze problemen opgelost heeft. Maar ook een donut is nog niet iets, zeg maar, ik ga nog niet de straat op voor de donut, om maar zo te noemen. Dus hier zit denk ik echt nog wel wat huiswerk voor ons, om dit in een goed pakkend verhaal en discours te vangen. En daarnaast is het dus, en daarom wilde ik juist ook die voorbeelden van dit kabinet noemen, met name ook een kwestie van macht opbouwen. Als de argumenten op zijn, is het laatste wat overblijft, is nog gewoon zeggen, we deden het altijd al zo, dit is nou eenmaal de status quo, het gaat toch lekker zo en iedereen profiteert ervan. En zo langzamerhand, er zijn genoeg verliezers van het neoliberale systeem, dat als wij met elkaar de handen ineenslaan en we vertellen dat goede verhaal en we komen op de goede momenten met het goede discours bij elkaar, dan zit daar volgens mij de winst. En ik zie dus deze coronacrisis ook wel echt als een uitgelezen kans daarvoor. Je ziet wereldwijd, zie je allemaal
post-corona-initiatieven opkomen. Mijn grote waarschuwing daarbij is, maak ze niet te zacht. Laat ze niet gaan over iedereen een ideetje en dan komt het wel weer goed. Maar bouw er macht omheen op. En dat zit hem volgens mij in het bundelen van alles wat we samen doen. Dat is nog geen 100% antwoord, maar daar zou ik beginnen. Ja. Dankjewel, Jurjen. Geen 100% antwoord. Fleur, kan jij misschien een aantal percentages toevoegen? Hoe ver komen we vanavond? Ja, ook omdat we natuurlijk hier zitten met de vraag, wat betekent decode voor de milieubeweging, voor de klimaatbeweging? Misschien hoeven we de machthebbers niet per se te verleiden. Ik ben het ook wel eens met wat Jurjen zegt. Ik denk bijvoorbeeld dat ook de burgerberaden die XR voorstelt, ik ben natuurlijk een beetje biased, maar ik denk wel dat dat een goede manier is om ook zoiets als dit te kunnen bereiken. Omdat je dan dat ook op lokaal niveau bijvoorbeeld kan organiseren. En burgers veel meer inspraak geeft over hoe ze hun eigen gemeenschappen of hun eigen steden of hun eigen land willen organiseren. Je weet natuurlijk niet wat daar dan uitkomt. Maar ik denk wel dat dat meer kans heeft dan proberen om de mensen die nu aan de macht zijn te paaien om eigenlijk beleid door te voeren dat misschien niet in hun interesse is. Ja, en als het gaat om het vinden van een alternatief verhaal, René, jij zit dus in verschillende organisaties. Heb jij het idee dat het verhaal sterk genoeg ook is om die verschillende perspectieven nu te verbinden? Dus ook vanuit de grassroots, dus nog niet eens nog naar buiten toe. Maar is er al voldoende draagvlak of mogelijkheid tot verbinding met het verhaal van degrowth zoals het nu wordt verteld? Ik denk nog niet. In Nederland denk ik wel hele belangrijke stappen gemaakt om de vakbeweging en de milieubeweging met elkaar te verbinden. Dat hebben we gezien rondom de klimaatmars vorig jaar. En in het klimaatakkoord. Ik denk dat we daar misschien zelfs nog wel voorlopen op andere landen in Europa. Maar inhoudelijk durven denk ik de meeste sociale bewegingen nog niet echt aan om ook echt vol voor degrowth of krimp, of hoe je het ook maar wil noemen, om daarvoor te pleiten. Ik zag ook iemand in de chat zeggen van, dat is ook geen fijn verhaal, hè? Maar volgens mij hoeft dat niet per se. Hè? Het betekent niet per se dat mensen achteruit gaan. Als ik kijk naar hoe we de ozonlaag gered hebben, daar hebben we gewoon CFK's verboden. Dat was voor niemand vervelend als er maar een alternatief is. En dat kan natuurlijk ook met fossiele brandstoffen. We kunnen ook bijvoorbeeld met vliegen, als we teruggaan, een kwart teruggaan, dan zitten we op het niveau, het aantal vluchten op het niveau van 2004. Toen werd er ook volop gevlogen en leefden we niet bepaald in de stenen tijdperk. Dus ik denk dat wat Jurjen zegt ook klopt. Je moet het juiste verhaal ervoor vinden. En dan machten achter organiseren, milieubeweging, vakbeweging, andere organisaties. Ook met acties die dingen afdwingen. Staken denk ik dan aan, wat de vakbeweging natuurlijk kan. Daar kun je echt iets meer afdwingen. En als je dat samen doet, moet je volgens mij een heel eind kunnen komen. Ja, en volgens mij meteen na die opmerking over dat het niet een heel gezellig verhaal is, kwam ook een andere opmerking over dat dus met die taxes en belastingen weer de leuke en mooie dingen gefinancierd kunnen worden. Dus in die zin kan het uiteindelijk ook weer zichzelf bekostigen, eventueel. Ik heb een vraag van Danielle. En Berend, die wil ik graag aan jou stellen met het oog op het perspectief van rechtvaardigheid. Danielle vraagt, hoe internationaal is nu de degrowth-beweging? En zijn daar gemeenschappen bij betrokken die in armoede leven? In hoeverre is daar ook ruimte voor? Dankjewel, Danielle, voor deze vraag. Ik denk dat het sowieso... Wat Fleur eerder ook al zei, is degrowth is een westers idee, zeg maar, wat in intellectuele kringen is ontstaan, maar dat is niet een origineel idee vanuit de westerse wereld. Je hebt PMV4, je hebt Ubuntu en je hebt nog heel veel andere bewegingen die heel erg vergelijkbaar zijn met degrowth. En ook zeker niet alleen maar in welvarende contexten zijn ontstaan. En ik denk ook dat het dus heel erg belangrijk is dat degrowth niet een one-fit-all idee wordt, wat we gaan toepassen in de hele wereld, internationaal gezien. En waarom we eigenlijk ideeën gaan bepalen hoe we de hele wereld moeten inrichten. Maar dat we het meer als een idee zien wat mogelijkheden biedt voor andere
om zelf te gebruiken. En daarin denk ik dus nu, denk ik dat inderdaad heel veel armoedige plekken niet per se met Degrowth in aanraking zijn geweest, maar wel in aanraking zijn met andere ideeën die daar misschien wel op lijken en die misschien net een andere focus hebben. En ik denk dus dat het ook heel erg belangrijk is om niet vanuit het perspectief te denken van dat iedereen het idee van Degrowth maar moet accepteren, maar dat we kijken van hoe kunnen we elkaar inspireren, hoe kunnen we ook leren van andere perspectieven, in plaats van dat wij alleen één perspectief op andere mensen willen drukken. Dankjewel, Berend. Fleur, jij noemde dat ook al even, die verschillende benaderingswijzen. Zijn er ook concrete lessen die we mee kunnen nemen van plekken waar het misschien al wel lukt? Ik denk dat er wel al veel lessen ook terugkomen in de aantal dingen die geschreven zijn over Degrowth. Er werd ook gevraagd in de Q&A over wat tekortkomingen van Degrowth. Ik denk dat dat een van de tekortkomingen is. En dat, dat daar wel hard aan gewerkt wordt om het meer te integreren met bijvoorbeeld dit soort andere alternatieven. En daar meer gesprekken mee op te bouwen. Ik denk wel dat het heel erg belangrijk is op hoe gaan we binnen onze context dingen die we van andere plekken kunnen leren aanpassen. Omdat we, wij komen uit een context waarin we heel erg gefocust zijn op economische groei en geïndustrialiseerd zijn. Dus het is niet, denk ik, dat je het één op één kan kopiëren, maar ik denk dat er wel veel valt te leren over hoe gaan we om met elkaar, hoe gaan we om met de natuur, met ecosystemen. Dus dat zijn zeker dingen waarvoor we, denk ik, die wij niet zo heel goed doen en waar we, denk ik, wel voor andere plekken kunnen kijken waar mensen daar wel dat beter geregeld hebben. Mm-hmm. Reactie van René of Jurien, of zullen we naar de volgende vraag? Ja, heel, heel kort. Kijk, ik noem dus niet voor niks deze coronacrisis. Het is geen super briljant inzicht of zo, maar deze coronacrisis is wel een kans om, wat ik ook heel aantrekkelijk vond dan in de laatste slide van Fleur haar verhaal, om te laten zien dat we zonder een aantal dingen kunnen waar we dachten aan verslaafd te zijn. Ik vind een van de mooiste overwinningen die we met elkaar de afgelopen tijd geboekt hebben is de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km per uur. Dat was er gewoon ineens, omdat het kabinet vast zat in een stikstofcrisis, zich afvroeg hoe doen we dat op zo'n manier dat we een aantal gevestigde belangen nog sparen. En voor je het weet werd dus iets waar iemand als Frank van Schaik in zijn eentje voor met zijn pritstift op heeft staan plakken op de borden, werd gewoon werkelijkheid. Iets waarvoor een paar burgercomiteetjes stickers maakten, werd in een mum van tijd werd dat realiteit. En op dit moment rijden we gewoon met z'n allen tot 7 uur, rijden we 100 km per uur, terwijl dat een kroonjuweel was van de VVD. Wat ik dus maar wil zeggen is, er staan een aantal van onze verslavingen staan op dit moment ter discussie. En als we een aannemelijk verhaal kunnen vertellen, dat niet alleen maar gaat over verlies, maar over het vervangen daarvan, vervangen door meer geluk, meer vrijheid, meer ruimte, meer welzijn, gezondheid, dan hebben we volgens mij een heel sterk verhaal. Mm-hmm. Dus meer de nadruk op wat er bij komt kijken, in plaats van wat er misschien minder wordt. Oké, sluit ook wel aan bij een vraag die ik voorbij zag komen. Ik weet niet precies waar, maar iemand vroeg van, is Degrowth wel de juiste naam? En voor ik die met jullie wil beantwoorden, ben ik heel benieuwd naar wat het publiek vindt. Want daar hebben we ook een poll voor. Namelijk of het klimaatakkoord vervangen moet worden door een Degrowth-akkoord, ontgroeiakkoord. Kunnen we die even in het scherm krijgen? Want dat zou een alternatief verhaal kunnen zijn, of misschien niet. Ik ben heel benieuwd wat jullie denken. Stem vooral. En dan, als we een mooi percentage hebben, dan hebben we enig zicht op wat jullie vinden. Normaal zou ik zeggen handje op, handje omhoog of even opstaan. Maar ik zie jullie allemaal niet, dus stem vooral mee en dan hebben we een beetje toch dat interactieve gedeelte. Hoeveel procent hebben we al? 50%. Nou, wacht er nog heel eventjes. En mocht je nog een vraag hebben, stel die vooral ook in de comments. En er worden allerlei voorbeelden ook gegeven in de chat over bijvoorbeeld de sluiting van de kolenmijnen, in hoeverre dat een goed voorbeeld is waar we van kunnen leren. Inheemse volkeren. Die heel veel mooie initiatieven hebben en onze steun verdienen. Marielle Jacobs geeft het aan, zoals in de Amazon Frontlines. Check dat vooral even, zoek het op. En even
even zien, wat hebben we nog meer? ja, ik zie een soort slogan waar wat vloekwoorden in zitten. Dus op zich zou dat kunnen aanslaan, maar ik ga dat niet live hier zeggen. Maar misschien helpt dat om wat kracht te gebruiken af en toe in het overbrengen van de boodschap. Hey, kunnen we de resultaten van de poll krijgen? Oké, interessant. Het klimaatakkoord moet vervangen worden door een ontgroeiakkoord. 68% is eens en 32% is oneens. Nou ben ik benieuwd naar ons panel. Jurjen, Berend, Fleur en René. Wie van jullie zou het een goed idee vinden als het klimaatakkoord het ontgroeiakkoord wordt? Niemand. Oké, interessant. René, wil jij uitleggen waarom? Ja, ik wel natuurlijk. Ik heb er net ook al voor gepleit. Dus ik wacht op een handje. Nee, maar ik was even benieuwd, omdat ik er net al voor gepleit had naar de andere panelisten, wat die ervan denken. Ja. Maar het lijkt mij een goed idee, want met dit klimaatakkoord gaan we er niet komen. We halen Parijs er niet mee en Parijs is niet genoeg om het klimaat te redden. Dus er is meer nodig. En wat mij betreft gaat dat langs de weg van concrete afspraken over het verminderen van uitstoot en dus verplichtingen. En ik zag ook iemand vragen naar aan die CO2-tax, hebben die niet nodig dan? Ik denk dat we met de CO2-tax niet komen. Want ook met de CO2-tax kunnen we nog steeds meer uitstoten. Sterker nog, dat doen we al jaren, want er is al een soort CO2-regeling, heffing. En daar komen we er dus niet mee. Dus we zullen naar dwingende quota moeten, volgens mij. Ook graag in een nieuw akkoord. Maar ik weet niet hoe de anderen erover denken. Ja, ik ben benieuwd. Reacties vanuit het panel? Dat is denk ik een nee. Oké, dan ga ik door met een andere vraag die hierop aansluit. Die is van Martien Doppen. En die vraagt, denken jullie dat degrowth de juiste naam is voor dit verhaal? Ik kan me voorstellen dat deze naam voor mensen af kan schrikken, ondanks dat ze het eens zullen zijn met de inhoud. Fleur, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij dat ziet, want je gaf net ook al aan dat onder andere wetenschappers deze naam veel gebruiken en ook oproepen tot onder andere maatregelen binnen deze context. Maar is dit ook een naam waarmee je op straat iemand zou kunnen aanspreken en zeggen van, hey, vind jij degrowth ook zo'n goed idee? Hoe sluit dat aan bij de belevingswereld van mensen op straat, bij wijze van? Of niet? Ja, ik denk, dit is iets dat al best wel veel gedebatteerd is, denk ik. En ik denk in het Nederlands, ik vind ontgroei eigenlijk misschien nog wel mooier dan degrowth. Ook omdat het soort van iets, je bent iets aan het ontgroeien, dus je wordt er, je groeit eruit, zeg maar. Aan de andere kant, hoe je het dan in een zin zou willen gebruiken, daar ben ik ook nog niet helemaal over eens. Maar goed, het is, kijk, een van de redenen dat degrowth wordt gebruikt is omdat het een disruptief woord is eigenlijk. Dus het kan niet gecoöpteerd worden door de mensen in macht of whatever. Want iets met duurzame ontwikkeling bijvoorbeeld wel kan, dat er heel snel een hele, dat het afleidt van wat het echte verhaal zou moeten zijn bijvoorbeeld. En met degrowth is dat eigenlijk niet mogelijk. Of dat is tenminste theoretisch gezien zou het niet mogelijk zijn. Maar aan de andere kant is het inderdaad niet iets waarvoor je nou denkt, laat ik nou daar de straat op gaan. Ik denk wat Jurjen zei over de donut-economie, dat het al wel eigenlijk iets aantrekkelijker maakt en er ook best wel veel op lijkt. Ik zou wel de straat op gaan voor donuts. Ik weet niet, eerder dan voor degrowth misschien. Ik denk, misschien is de naam niet zo heel belangrijk. Het gaat om de ideeën die erachter zijn, denk ik. En er zijn heel veel dingen die er soort van onder zouden kunnen passen, die niet de naam degrowth gebruiken, maar wel in lijn zijn met degrowth. Maar het biedt denk ik een hele belangrijke kritiek en een idee van waar de samenleving naartoe zou moeten. Dus op die manier is het denk ik wel handig. Maar ja, dat betekent niet per se dat je het op je protestbord moet zetten. Oké, dankjewel Fleur. Je gaf net aan, het gaat ook om hoe uiteindelijk betekenis wordt gegeven aan zo'n term. En elk gesprek eindigt toch wel uiteindelijk ook in geld, financieringstromen en alternatieven daarvoor. En Silke Spierings die vraagt naar alternatieve vormen van financiering. En ik lees voor. Ik denk namelijk dat aandeelhouders een deel van het probleem zijn, omdat zij winstmaximalisatie pushen.
Hoe gaan we grote bedrijven financieren zonder aandeelhouders? Zijn er alternatieve financieringsvormen? Kennen we die? En hoe komen we daartoe? Berend, wat denk jij? Ik denk dat het heel belangrijk is dat ik denk dat Dikhoff niet zoiets is van wat we van de een op de andere dag moeten zien gebeuren. Dus zeg maar dat we ineens we hebben gestemd voor een degrowth-economie, we hebben een degrowth-akkoord en dan gaat het allemaal gebeuren. En wat betreft grote aandeelhouders, ja, ik denk dat zo'n systeem nooit zal ontstaan vanuit een degrowth-beweging. En ik denk dat het dus heel erg belangrijk is dat we protesteren en dat we tegelijkertijd ook alternatieve coöperatieven oprichten. Dat we juist bepaalde manieren van organiseren, bepaalde manieren van handelen, bepaalde manieren van produceren met z'n allen oprichten. Om eigenlijk zo'n tegengewicht te bieden tegen juist de enorme aandeelhouders die het nu voor het zeggen hebben. Dat het niet iets is waar zij zeg maar mee moeten eens zijn, maar dat ze uiteindelijk geen keus hebben. Zeg maar, ze moeten daarin meegaan, want we pikken het niet langer, zeg maar. En we hebben gewoon genoeg alternatieven opgezet waarin we gewoon verder kunnen draaien, waarin we het niet nodig hebben. Dankjewel, Berend. En over acties gesproken, in de chat ontstaat nu gewoon live een soort campagne, waarbij mensen als naaktslak verkleed op het plein gaan liggen met bordjes waarop donuts staan. Nou, als dat niet de mening van heel veel mensen doet veranderen, dan weet ik het ook niet. Dus wie weet, ik hoop dat iemand aantekeningen heeft gemaakt en daar binnenkort een eventje voor aanmaakt. Dankjewel, Berend. Goed, reacties van Fleur, Jurien of René, of zullen we naar de volgende? Knik, knik, geen reacties. Oké, dan gaan we naar de volgende vraag. Die is voor jou, Fleur. Die komt van Philip Blok. Thanks, Philip. En de vraag luidt als volgt. Wat zijn de beperkingen van degrowth? Of waarin schiet de analyse van de degrowth-beweging tekort? Volgens Fleur en Jurien. Voor beide is deze. En Berend en René, voel je natuurlijk ook vrij om te reageren als je dat wil. Dankjewel. Ik denk, er zijn inderdaad meerdere vlakken. Ik denk één ding, ook waar degrowth tekort schiet in strategieën. En hoe gaan we er eigenlijk komen? En dat is ook iets wat steeds meer onder de aandacht kwam. Er was de afgelopen 4 dagen de degrowth-conferentie van dit jaar in Wenen, was nu online. En dat ging over strategieën voor degrowth. Dat heet iets van gezocht, strategieën voor degrowth, geloof ik. Dus daar, misschien hebben ze wel een antwoord, ik weet het niet. Maar dat ben ik nog verschuldigd dan. Daarnaast denk ik, ja, ook het komt natuurlijk uit best wel academische soort van kringen. En het blijft ook vaak best wel een academisch verhaal. En ik denk dat moet veranderen. Er moet veel meer. Ik denk, mensen hebben het ook gehad over de naam degrowth, over hoe kunnen we het aansprekelijk maken. Dat zijn dingen die denk ik waar nog stappen kunnen worden gezet. En daarvoor zijn ook banden met bijvoorbeeld de klimaatbeweging super belangrijk. Dus ook bijvoorbeeld met de conferentie volgend jaar in Den Haag. Ook heel belangrijk dat het niet alleen maar een academische conferentie is, maar dat er juist ook artiesten, activisten bij aanwezig zijn. Dat we die gesprekken aangaan over hoe gaan we deze strategie. Of hoe gaan we deze transitie waarmaken? Wat voor initiatieven hebben we al? Hoe gaan we die aan elkaar verbinden? En wat zijn de stappen die we hierin gaan zetten? En een laatste, misschien tekortkoming, die ik wel een beetje heb genoemd, is denk ik. Het komt natuurlijk uit een westerse, Frans, Spaanse traditie, academische traditie. Dus ook vooral gedomineerd door witte mensen en vooral door witte mannen. En ik denk dat dat iets wat zeker nog. Iets dat problematisch is en dat wel heel veel mensen daarmee bezig zijn over hoe kunnen we decoloniseren, hoe kunnen we het feministischer maken en gesprekken daarover. Maar dat is zeker nog iets waar nog heel veel stappen in kunnen worden gezet. Mm-hmm. Dankjewel, Fleur. En René, heb jij daar iets aan toe te voegen? Nee, eigenlijk niet op dit moment, nee. Dan gaan we naar Jurien, want Jurien, deze vraag was ook specifiek aan jou gericht. Ja ik zit ook heel erg sterk op, met name op dat laatste. Ik denk dat ons debat, ons discours en onze economische discussie zo gevangen zit in 30, 40 jaar neoliberalisme, dat je, zeg maar, dat het grote probleem zit in misschien wel in die combinatie van
growth, wat de kern is van het systeem wat we bevechten met iets ervoor. En het is, heeft toch altijd mijn grootste voorkeur dat je niet in andermans frame stapt, maar dat je zelf met een verhaal komt. We worden hier regelmatig in deze, of in de chat hier en bijvoorbeeld ook in de bijdrage van Fleur en Berend eraan herinnerd dat er meer is dan alleen maar een westercentrisch economisch systeem. En met name iets anders is dan een westercentrisch maatschappelijk systeem. Ik moet daaraan denken, ik heb, daar komt mijn Radio 1 werk mooi om de hoek. Ik heb een tijdje de wereld van BNN gepresenteerd. En toen heb ik ook mijn oude studiegenoot Ralf, die inmiddels een hele tijd met indigenous movements in Centraal- en Zuid-Amerika werkt, regelmatig terug gehad als panelist. En eigenlijk zat er heel veel miscommunicatie in de gesprekken die wij hadden, wanneer je dus een vraag stelde vanuit de Nederlandse context en die dan bijvoorbeeld naar Peru of naar Chile of naar andere plekken wilde vertalen. En dan kwam hij met een verhaal wat niet rechtstreeks aansloot op de vraag, maar wat alternatieve vormen van gezondheidszorg, alternatieve vormen van het opbouwen van waarde, alternatieve vormen van economie naar voren bracht. En ik denk dat we er goed aan zouden doen om zo'n degrowth verhaal ook gewoon te doorspekken met verhalen en perspectieven die wel zouden kunnen werken in onze wereld, zonder dat we ze alleen maar afzetten tegen een beetje minder van wat we nu doen. René, je doet mij denken aan wat jij tijdens het voorgesprek ook zei, dat we problemen van het systeem niet kunnen oplossen met oplossingen vanuit het systeem. Dus jullie ook dat je aangeeft van misschien stellen we vragen vanuit een bepaald referentiekader, omdat dat is wat er nu eenmaal is. En dan krijg je de antwoorden van wat er nu eenmaal is. Dus in dat opzicht komt dat ook weer terug. Wat zijn mogelijke oplossingen dan? Want wat zou gedaan kunnen worden? Je noemde net al de taksen en dergelijke. Zijn er ook andere voorbeelden die je misschien nog kunt delen met ons? Ik denk dat we ook de taxen niet, hè, maar inderdaad wel de quota en dergelijke. Hè. Dus ook echt stringente maatregelen. Ik zag in de chat ook iemand die deprivatiseren voorstelde. Dus nationaliseren van nutsvoorzieningen. Ik denk dat dat belangrijk is, ook als je pleit net zoals Fleur terecht, denk ik, voor coöperaties en zo. Dat is prima. Maar die moeten denk ik niet naast het bestaande systeem bestaan, maar die moeten het huidige systeem gaan vervangen. Je moet het huidige systeem gaan democratiseren, werknemers in bedrijven macht gaan geven in de raden van bestuur. Bijvoorbeeld energiebedrijven weer democratiseren, windcoöperaties, noem maar op. Op die manier kan je die macht ook echt overnemen. Dus die coöperaties moeten niet daarnaast bestaan, want dan kunnen ze makkelijk genegeerd worden. Maar ze moeten de macht ook echt overnemen. En dan zal dus ook voor bepaalde bedrijven, misschien Shell wel, of alle energiebedrijven voorop, denk ik, die moeten gewoon snel genationaliseerd en gedemocratiseerd worden, denk ik. Verander ze in coöperaties en geef ze concrete doelen hoe ze ieder jaar minder olie en gas gaan gebruiken en ieder jaar meer zon en wind. Op die manier kan je denk ik een heel eind komen. En als we ook de rekening neerleggen bij de rijken, dat is denk ik ook heel belangrijk om te bepalen wie gaat die crisis betalen. Nou, dat zijn wij niet, maar dat moeten de rijken zijn, de grote bedrijven. En de mensen die nu die op die 1% zitten. En dan kun je volgens mij ook grote groepen in de bevolking meekrijgen. Want dat vroeg ook iemand in de chat van hoe krijg je de gele hesjes, de PVV-stemmen mee. Nou, dat kan volgens mij als je duidelijk maakt dat niet het buitenland of de buitenlander het probleem is, maar de 1%. Daar zal het dus ook op gericht moeten zijn. En herverdeling, die kan samengaan met krimp of ontgroei. Dat zal gelijk op moeten gaan. En dan krijg je een eerlijke krimp, denk ik. Dankjewel, René. Een vraag die daarop aansluit, die komt van Peter Goldstein. Dankjewel daarvoor. Die gaat over de maatschappelijke kosten van de groeieconomie. Ik lees even voor. Wordt er iets gedaan om de maatschappelijke kosten, de schade, van de groeieconomie in kaart te brengen en te vergelijken met haar eindige winst? Zou het kunnen dat degrowth het ook in financiële zin gaat winnen van growth en dus voor meer welvaart gaat zorgen? En zouden de huidige beleidsmakers daar niet gevoelig voor zijn? Dat is een set van vragen. Maar laten we beginnen bij het begin. Of er ook enig zicht is op in hoeverre de schade uiteindelijk niet opweegt tegen de kosten.
En wat daar dan misschien het verhaal van zou kunnen zijn, dat wel overtuigend is. Jurjen, wil jij deze beantwoorden? Ja, kijk, waar dit natuurlijk begint, is dat er op dit moment een heleboel kosten niet verdisconteerd worden in onze economie. Een van de prachtige voorbeelden is, je hebt zo'n Nederlandse kunstenaar gehad die voorstelde om elke maand namens alle multinationals de gederfde loonkosten van werkers in bijvoorbeeld Afrika rechtstreeks naar hen over te maken, totdat het aangevuld was op het loon van een werker in Europa. Waarbij je dus gewoon laat zien van, hey, kijk, het feit dat er tegen lage lonen iets geproduceerd wordt, gaat ten koste van het feit dat die welvaart dus niet op de juiste plek terechtkomt. Zoiets geldt natuurlijk nog meer waar het gaat om de verwoesting van leefomgevingen, waar het gaat om het opeten, of beter nog, het opstoken van het voedsel van anderen. Dus zeg maar, dat is volgens mij een deel van het antwoord op deze vraag. Als je de reële kosten in beeld gaat brengen, wat we dus bijvoorbeeld met die taksen die René voorstelt steeds meer gaan doen, dan wordt het dus ook aantrekkelijker om naar een ander soort economie en een ander soort productie te kijken. Dus dat is volgens mij een deel van het antwoord. We wentelen nu, of we betalen nu gewoon niet de eerlijke prijs voor de welvaart waarin we leven. Maar los daarvan kun je dat dus inderdaad ook ten positieve omkeren. En zou je kunnen zeggen van al die verwoesting die niet plaatsvindt, die zouden we wat ons betreft ook moeten ten goede moeten laten komen aan de samenleving. En dan helpt zo'n breed welvaartsbegrip, waar die Kamer dus nu inmiddels met elkaar wel over aan het praten is, helpt dan wel. Want als je constateert aan het eind van een jaar dat weliswaar het BBP omlaag gegaan is, maar de levensverwachting omhoog gegaan is, de uitgaven aan de gezondheidszorg omlaag gegaan zijn omdat de stress omlaag gegaan is, allerlei dat soort elementen, de ontwikkelingsgraad omhoog gegaan is, dan vind ik dat je dat ook kunt verdisconteren als maatschappelijke groei. En ik ben er zelf dus ook sterk van overtuigd dat we steeds meer ons succes als samenleving en ons economisch succes zijn gaan definiëren als het succes vanuit een neoliberale bril. Dus wat mij betreft zit het hem heel erg daar, dat we juist die winst inzichtelijk maken en dat we ook mensen enthousiast krijgen voor het klappen voor die winst. En dan gebruik ik bewust die metafoor, want we hebben nu is natuurlijk heel erg de discussie, we klappen wel, maar we lappen niet. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat er gewoon in een samenleving waardering is voor het feit dat je op een andere manier waarde opbouwt. Mm-hmm. Ja, Niels die geeft ook in de chat aan maatschappelijke groei in plaats van economische groei. Waar ik zelf ook aan moet denken inderdaad is, er zijn heel veel indexen, geluksindex, levensverwachting inderdaad, maar die worden vaak apart van elkaar beoordeeld. Dus het zou heel interessant kunnen zijn om een soort kostenbaatanalyse te maken waarin alles wordt meegenomen. En dan komt daar dan maar misschien ook weer een cijfer uit, maar dan hebben we wel wat meer overzicht op wat er gebeurt. Ja, interessant. Ja, en Robin die zegt ook, de enige echte winst is een gezonde maatschappij en wereld, waarin ook ruimte is voor de natuur. Yes, thanks daarvoor. Berend, jij gaf net ook inderdaad aan dat het ook gaat over rechtvaardigheid. En dat gaat ook over wat wordt wel meegeteld en wat niet. Hoe zou zo'n index er wat jou betreft uit kunnen zien? Welke kosten nemen we nog niet mee? En welke baten zouden dus vanuit degrowth wel meegenomen kunnen worden als dat eenmaal aan de orde is? Ja, ik sluit me eigenlijk heel erg aan bij wat Jurjen zegt. Want ik denk, zeg maar, we leven nu in een narratief dat het nu zo goed gaat. Maar dat narratief is gewoon compleet vals. Omdat, hier in Nederland leven we misschien in welvaart. Maar als je kijkt naar wat er nu echt ten koste van wat die welvaart gaat, dan gaat het helemaal niet goed. Dus daarin vind ik het is heel belangrijk dat we ook niet vanuit dat narratief gaan denken van, oh, hoe kunnen we die welvaart behouden? Zeg maar, nee, want die welvaart was in eerste instantie, is gewoon door koloniale, zeg maar, door koloniale settingen is die welvaart tot stand gekomen in de eerste plaats. En we moeten dat niet wensen. We moeten helemaal niet wensen wat we nu hebben. Wat we nu hebben is gewoon hartstikke fout. En dan, als je denk ik vanuit dat idee gaat denken,
dan ga je ook niet denken van, oh, wat moeten we missen? Nee, dan denk je van, hoe gaan we eigenlijk groeien? Hoe gaan we eigenlijk naar een betere situatie? Dus ja, in dat opzicht vind ik, ja, denk ik ook niet dat je welke index je dan ook soort van gaat toepassen, dat gaat niet zoveel helpen, denk ik. Het is meer dat ik denk van, hoe gaan we het narratief veranderen? En dan kunnen mensen daarna vooral zelf bepalen wat voor index ze willen gebruiken om dat te meten. Ja, dankjewel daarvoor. En als het gaat om kosten en baten, een vraag van Joost, die daarop aansluit, maar die wat meer gaat over de mondiale kosten en baten. Joost vraagt, en ik lees voor, hoe kun je degrowth rijmen met het streven van opkomende economieën die willen groeien om armoede te bestrijden? Nu wij in het Westen gegroeid zijn, ook met voordelen als onderwijs, zorg, minimum inkomen, kunnen wij anderen dit dan ontzeggen? Dus even de grenzen over. Fleur, ik kom even bij jou terug, want jij noemde al een aantal voorbeelden in het begin. Wat is jouw antwoord hierop? Ja... Kijk, deze vraag wordt best wel vaak gesteld natuurlijk en dat is ook best wel logisch. Maar ik denk, het fundamentele probleem is het idee dat economische groei goed zou zijn. En ik denk dat dat is tot een bepaalde hoogte zo. Ik bedoel, een bepaalde basisniveau van welvaart, van inkomen en geld, dat is natuurlijk belangrijk. En dat kunnen we het al met z'n allen over eens zijn. Maar als je daar overheen gaat, als het heel veel... manieren van economische groei zijn alleen maar welvaart die geconcentreerd wordt bijvoorbeeld in de handen van heel weinig mensen. Ik bedoel, als we het hebben over waar is het geld, 95% van het geld zit in de financiële sector, 5% van het geld zit in de reële economie, in het geld dat tussen jou en mij is en tussen de slager en whatever. Dus ja, dat idee van economische groei, dat is het hele probleem. Het gaat om welzijn en je kan welzijn vergroten zonder dat extreem veel negatieve gevolgen heeft voor het milieu, zonder dat het extreem veel negatieve gevolgen heeft voor mensen in andere plekken. Dus ik denk dat, we moeten ons niet afvragen, maar moeten ze dan niet groeien? Nee, het gaat over andere manieren van leven die kwantitatief, of die kwalitatief bijdragen aan een beter leven, maar kwantitatief niet per se gaat om meer, meer, meer. Dus het gaat om een ander idee van wat een goed leven zou moeten inhouden. En natuurlijk is iedereen vrij om te bepalen wat dat dan zou moeten zijn. En kunnen we niet elkaar gaan vertellen hoe dat dan zou moeten. Maar met die obsessie van economische groei, daar is eigenlijk nog nooit iemand echt beter van worden. Behalve misschien een paar CEO's, een paar mensen aan de top. Dus ja, dat is denk ik belangrijk. Waar ik hierin wel benieuwd naar ben, is dat dit ook een discussie is die heel sterk terugkomt ook in de klimaatbeweging. En in hoeverre is dat een gelijkwaardig gesprek? Een heel... klassieke interactie in de documentaire van DiCaprio is dus met een dame uit India, als ik me niet vergis, die dan aangeeft van ja, de rest van de wereld heeft ook een industriële revolutie gehad. Waarom wordt ons nu gevraagd om de broekriem strakker aan te trekken en de rest minder? En hoe kan dit gesprek zodanig dan worden gevoerd dat er ook gelijkwaardigheid zit in die relatie? Want het is denk ik wel redelijk makkelijk om vanuit het Westen te zeggen van ja, het gaat niet alleen om geld. Ja, wil je dat ik daar ook in ga? Ja, of iemand anders. Ja, oké. Kan mag ik er iets over zeggen? Het is... ook dezelfde discussie die je hoort als het gaat om bevolkingsgroei. Hè. In de documentaire van Michael Moore zit het ook in. Het is natuurlijk gewoon heel oneerlijk verdeeld. De meeste consumptie vindt gewoon in het Westen plaats en niet in het Zuiden. En daar kan nog, als wij veel verder teruggaan, is er in het Zuiden nog wel degelijk wat mogelijk. Het gaat ook over verschuiving. Je hoeft ook niet per se je energie met kolen op te wekken. Als je dat doet met zon en wind, is er nog heel veel extra mogelijk. Maar wel op een duurzame manier. Ook hier is het weer een verdelingsvraagstuk tussen het noorden en het zuiden van de wereld. Net zo goed als tussen de 1% en de 99%. En dat is voor een groot deel, komt dat ook met elkaar overeen. Want 1% rijkste woont ook in het Westen. En die sluit ook wel deels aan bij wat Berend aangaf, dat degrowth eigenlijk
niet kan zonder dat oog is voor de verschillende plekken die mensen hebben en de verschillende middelen die ze tot hun beschikking hebben. Dus dan is het cirkeltje toch ergens een beetje rond. Er wordt ondertussen druk doorgechat, dat is heel mooi. En ik denk dat we nu juist op een punt komen van het gesprek waarop het nog uren kan duren. Maar we zijn bijna tegen het einde van dit gesprek. We begonnen met een soort definitievraagstuk. Vervolgens de hele naam bijna in twijfel getrokken van waar hebben we het eigenlijk over? Zou het niet vooral moeten gaan om de uitkomsten daarvan? We hebben het gehad over slakken met bordjes waarop donuts staan. Ook heel interessant. En uiteindelijk is de vraag ook van welke kosten- en baatanalyse maken wij als samenleving? Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. En hoe zoeken we daarin die gelijkwaardigheid? Hele grote vragen. En in dit gesprek zijn daar wat antwoorden op gegeven, wat heel mooi is. Dus ontzettend dank daarvoor. In de chat heel veel linkjes en ideeën om verder door te lezen. Dus doe dat vooral. En voor ik helemaal ga afsluiten en jullie ga bedanken, heb ik nog één vraag aan alle panelisten. Daar sluiten we elke sessie mee af. De lees, kijk of luistertip voor degene die wat meer willen weten over dit thema of iets anders. En dan gaan we daarna weer naar mooie woorden luisteren van Jasper. Maar eerst even kijken, laten we beginnen met René. Wat zou jij mensen aanraden om te lezen, luisteren of kijken? Ja, in de eerste plaats moeten ze natuurlijk actie gaan voeren en niet nog meer lezen. Maar ik zou bijvoorbeeld aan kunnen raden een website in België, dewereldmorgen.be. Hele goede website van waar veel verhalen uit sociale bewegingen, verschillende sociale bewegingen in België te horen zijn. En mij valt op dat in België de discussie ook over klimaatverandering en oplossingen breder is dan in Nederland. Dus daar komen vaak ideeën voorbij die je in Nederland nog niet gehoord hebt. Dewereldmorgen.be. Oké, dankjewel René. Berend? Sorry. Een mooie documentaire is Wasted Waste. Dat gaat eigenlijk over... met name voedselverspilling, maar ook verspilling van andere producten. Maar in deze documentaire komen ook heel veel mooie coöperatieven en alternatieven voor een kapitalistisch systeem aan bod. Dus ik kan heel erg die documentaire aanraden. Dus, speelt ze vooral in Portugal, maar heel veel initiatieven zijn ook gekopieerd in andere plekken. En daarnaast, nu ik toch een klein beetje ruimte heb, zeker ten aanzien van, omdat we het ook hier hebben gehad over koloniale verhoudingen, is deze week de Uprising online gekomen van Pravini. Dus die zou ik ook graag willen aanraden. Goed, dankjewel Berend. En iemand thuis begon te stofzuigen, dus ik moest even vragen of dat op een ander moment komt. Zo gaat dat met het corona werken. Thanks, en dan gaan we naar Fleur. Mijn aanbeveling is iets academisch, maar wel heel erg interessant. En ook best wel nogal toegankelijk, volgens mij. Het is een boek en het heet... Fleur vs. Post Development Dictionary. En het is gratis online te downloaden onder de Creative Commons. En het gaat eigenlijk over al die alternatieven. Of eerst gaat het eigenlijk over een soort van valse oplossingen. Dus heel veel oplossingen die vaak worden aangedragen voor bijvoorbeeld klimaatverandering. Maar die eigenlijk alleen maar business as usual versterken. En daarna gaat het ook over juist heel veel alternatieven van over de hele wereld. Met allerlei soorten schrijvers. Academisch, activistisch. En eigenlijk alle mooie dingen die er al gebeuren op dit moment en waar iedereen over zou moeten weten. Dus ik zal de link in de chat plaatsen. Ja, heel fijn. Dankjewel. En dan Jurgen. Ja, ik moest even denken, maar ik kom uiteindelijk toch met een kleine obsessie van mij van het afgelopen jaar. Dat is het boek A Righteous Mind van Jonathan Haidt. Met H-A-I-D-T. Ik zal hem zo even voor jullie opsnorren. En dat is alleen maar een belangrijk boek, omdat het zich heel goed laat lezen als een soort van how-to-guide hoe je je radicale boodschap ook bij conservatieven kunt laten landen.
En daar kunnen we met z'n allen natuurlijk heel, heel erg over discussiëren of dat nou is waartoe we op aarde zijn. Ik vind echt dat de ideeën, de perspectieven en de macht kunnen niet radicaal genoeg opgebouwd worden. Maar als het je lukt om dat verhaal vervolgens op zo'n manier te verpakken dat het ook voor iemand die nooit gedacht had dat hij ook een degrowther was, aantrekkelijk was. Dan doe je nog eventjes net iets extra, net iets extra's voor je werk. Dus dan is mijn tip, hoe overtuig je je oma uit het midden? Heel fijn, dankjewel Jurgen. Goed, nou dan zijn we echt bij het einde van deze sessie. Heel erg bedankt Berend, Fleur, Jurgen en René voor jullie inzichten, ervaringen en kennis die jullie vandaag met ons hebben gedeeld. Voor de mensen die hebben meegedaan in de chat, hebben meegekeken, geluisterd, vragen gesteld. Heel fijn, dank jullie wel weer. Was me weer een genoegen. En dit was alweer de vierde editie van Klimaatstrijd in crisistijd. We hebben nog twee mooie edities voor jullie in petto. De eerstvolgende is op 16 juni. Die zal gaan over stakingen. Staken als middel juist nu. En een paar keer hebben we al over slakken gesproken en donuts. Ik blijf daarop terugkomen, ik vind het geniaal. Maar we gaan dus de volgende keer doorpraten over hoe kunnen we staken in deze tijden. En we hebben gezien wat er gebeurt als we toch gaan staken, dat de crisis ook een stok wordt om mee te slaan. Dus hoe zorgen we ervoor dat we als beweging alsnog door kunnen gaan met het gebruik van ons grondrecht. Dat is over twee weken, 16 juni. Daarna op 30 juni gaan we het hebben over repressie. En met actievoeren komt helaas ook repressie. In verschillende vormen en hoe we daarmee om kunnen gaan. En handvatten voor. Dat zal ook aan bod komen. En dit is onder andere geïnspireerd door gesprekken in de chat. Waar heel vaak Chalk-doctrine van Naomi Klein werd genoemd. Dus we hopen op deze manier dat gesprek daar door te kunnen voeren. En ik wil jullie nog vragen om vooral het evaluatieformulier in te vullen. Aan de hand daarvan proberen wij dit steeds beter in te richten. En mocht je wat kwijt kunnen, dan zou je een donatie kunnen doen om daarmee deze panels mogelijk te maken. En dan rest mij echt helemaal niks anders dan nogmaals iedereen te bedanken. Dank voor je aanwezigheid, de chatters, de panelisten, de organisatie achter de schermen, de mensen die mij ontzettend helpen tijdens deze sessies. Dank daarvoor en we gaan weer luisteren naar de mooie woorden van Jasper. Mijn naam is Kauta, dit was Klimaatstrijd in crisistijd. Jasper doet een mooie afsluiting en ik zie jullie graag over twee weken. Doeg! Het laatste gedicht. Van de liefdesbrief aan de natuur. Wendela vroeg of ik geen gedicht over slakken heb. Er wordt niet expliciet, de slak wordt niet expliciet genoemd. Ik ga het wel voordragen terwijl misschien op de achtergrond nog wat vogeltjes hoort. En ik ondertussen lek gestoken word door de muggen. Liefdesbrief aan de natuur, deel 3. Het is nacht, mijn lieve natuur. Een nacht die jij kent als duizenden. En ik lig hier alleen in bed, zonder jou, fluisterend naar jou. Zoveel wetten, zoveel regels, mijn lieve natuur, men luistert niet meer naar jou. Gaan zij door met valleien doen verminken, je bergen verdrinken en vlakken, hoe zij kilometers diep met naalden prikken naar jouw zwarte bloed, jou opstoken, zodat er altijd een warme gloed van stank om jou heen hangt. Terwijl jij ons probeert te waarschuwen voor onze wandaden jegens jou. Er zijn er zoveel die geen gehoor willen geven aan je sterker woedende stormen. Je langdurige droogtes worden droger voor de druilerige winters weer komen. Het lijkt soms of ik nog één van de weinigen ben die jou verstaat. Ik voel geen haat jegens jou, ook niet onder anderen. Maar hebzucht en egoïsme of angst om te zien wie jij kan zijn misschien? Ik denk in maanden en zie ze van links naar rechts voorbij gaan. Toch sluit het einde weer aan bij het begin, komt oud en nieuw samen. Nieuwe dagen worden weer langer, voor jou is het niets. En ik denk dat jij niet eens denkt. Mijn lieve natuur. Ik mis je dromerige oude bomen, met hun krakende takken die rijken tot de hemel en bij herfsttoestand zichtbaar grote longen vormen, die mij zuurstof geven
bij het aanzien van je veranderende seizoenen, ik wil je zoenen. Ik zou je graag weer willen zien, meer willen zien, je zien zoals je bent. En zolang er anderen zijn die jou verpesten, jou verstoppen onder asfalt, limiteren tot een parkje met een bankje om rustig te zitten, om jou te aanschouwen, als ik daar zit, zie ik jou niet. Voor mij ben je daar nergens te vinden. Voor mij ben je buiten. Buiten dit alles. Buiten, zonder blikjes frisdrank in je haar, zonder stank van vierwielerige dieren, zonder kaarsrechte betonnen bomen die tot ver de horizon vervuilen, jouw zachte avondhuid verpesten met hun pukkels en hun resten. Nee, je heide laten staan en de hazen laten rennen. Gewoon voor de lol. Tot de ganzen grazen in plaats van vergassing. Tot je gletsjers sterker dan de stralen blijven. Dat je kastanjes vallen tot nieuwe bomen rijken. Ik zal je laten rusten en geen moment verstoren. Maar ik zal niet rusten tot al die schrapers zijn verloren. En met hun handen niet meer aan je haren trekken. Tot we allemaal weer van je houden. Wil je allemaal weer van binnen zien. Niet als een slachtoffer, verkracht en verlaten. Niet vervangen door machinerie die zonder ons niet bestaat. Dat kleine beetje van jouzelf dat nog over is, buiten, zal ik blijven verdedigen. Niet tot het mijne is, maar tot het mijn einde is, wil ik van jou kunnen houden. En om jou te behoeden tegen zij die onvermoeibaar zijn en jou niet meer kennen, zal ik vechten voor jou alles. Ik wil niet dat je gaat. Ik hou van je, mijn natuur. Dankjewel. Dat was het. Fijne avond iedereen nog. Dag.